Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Fijn dat ook het koor er is. Het koor vindt het een eer om vanavond in de Abdijkerk te mogen zingen. Wij vinden het als broeders het een eer ze te mogen ontvangen. En we hopen dat het voor ons allen een avond wordt waarin we niet alleen de donkere tonen van de Matthäus-passion horen, maar ook de lichten. Je kunt je natuurlijk afvragen, we hebben al wel Paaszondag gevierd, kun je vandaag nog de Passie zingen? Nu, de Passie kunnen we elke dag zingen, want Jezus leidt tot het laatste uur van onze wereld. Maar het is ook, ondanks al dat duister, elke dag Pasen. De opstanding was niet voor één moment. En soms kan het gebeuren zelfs dat je in een passie als die van vanavond geraakt wordt. En meer dan dat, door het lijden wat erin wordt verwoord, bezongen. En tegelijkertijd dat je door de muziek wordt meegenomen en opgetild. Want dood en leven liggen soms niet alleen naast elkaar, maar ook in elkaar. Ik hoop dat het voor ons allen zo'n avond mag worden. Maar ik moet toch ook nog eventjes naar mijn papiertje kijken, want ik heb een papiertje gekregen voor een paar mededelingen. Dus u weet dat beter dan ik. Dus de muziek en teksten zijn van Gerard van Amstel en Piet van Midden. En ze zijn aangevuld met 4 koralen van Bach. Nou, en u allen wordt uitgenodigd. Uitgenodigd is niet verplicht. Maar u mag die koralen meezingen. Dat wordt zelfs op prijs gesteld. De toegang is gratis. Maar na afloop is er toch de mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage, lezen ze op een papiertje. En er is dan, eerlijk is eerlijk, de helft voor het welzijn van het koor en het ensemble en de helft voor de abdij. En dan, last but not least, wilt u alstublieft uw mobieltje of ander technisch vernuft uitzetten, zodat er niemand last van heeft. Dan graag een applaus op het einde. Een gezegende avond.
Dromen. Wie droomt er eigenlijk nooit? Mensen die niet meer dromen, komen ook op hun voeten niet meer vooruit. Die gaan nergens meer voor. Of voor niemand. De eerste dromer in de Bijbel is Abraham. Met een stem in zijn oren en een toekomst voor ogen gaat hij op weg. Met een belofte van een land, een volk, een nageslacht. Tot heil en zegen voor alle mensen van alle tijden en alle landen. Al heeft hij er in zijn leven niet veel van gezien, het visioen is gebleven. Waar geloof jij in? Geloof jij in zoiets als na mij de zondvloed? Zand erover? Steen ervoor? Of leen je een keer andere ogen? Luister en zing mee. Verdampen ze vaak tot niets. Maar de woorden van Jezus zijn blijven spreken, alle eeuwen door. Want hij maakte ze waar, die woorden. Elke keer opnieuw zei hij tegen zijn leerlingen: kom met me mee, we gaan het doen. Ten slotte gaat hij naar Jeruzalem. Zijn leerlingen zeggen: zou u dat nou wel doen? Levensgevaarlijk daar. Ze willen u doden. Maar hij gaat. Ook al kost het hem zijn leven. Thank you.
Jezus en zijn leerlingen waren te gast in Bethanië, een arme buurt vlakbij Jeruzalem, bij Simon. Hij was meelaas. Misschien wel juist daarom vond Jezus dat hij bij hem moest zijn. Onverwacht, onder het eten, kwam er een vrouw binnen. Ze had een dure witte kruik bij zich, ging bij Jezus staan en goot de inhoud over zijn hoofd. Het was mirre, heel kostbare zalfolie. Dat kon je wel ruiken. En de leerlingen zeiden boos: wat een verspilling. Wie giet er nou een heel jaar salaris op iemands hoofd? We hebben net geleerd dat we iets voor de armen moeten doen. En dan dit? Jezus keek ze stuk voor stuk aan en zei: laat haar met rust. Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Ik ben nu een echte gezalfde. Een Messias in de taal van ons volk. Sterker nog, ze heeft mij alvast gezalfd voor mijn begrafenis. En die is misschien wel dichterbij dan jullie denken. Dat werd Judas, een van de 12 leerlingen, te veel. Hij vond Jezus wel een goede leermeester. Maar een Messias, dat ging hem toch echt te ver. Hij zocht de priesters op en zei: ik weet dat jullie Jezus zoeken. Wat heb je er voor over als ik jullie een handje help om hem te pakken te krijgen? Ze smoesten even onderling over hun prijs en zeiden: 30 zilverstukken en geen stuiver meer. Niet al te veel, mompelde Judas. Ik had zo'n 50 in mijn hoofd, maar beter iets dan niets. Hij ging terug en zocht daar een goede gelegenheid om Jezus over te leveren.
Pesach, het Joodse paasfeest, is het belangrijkste feest bij de Joden. Ze denken dan aan hun slavenbestaan in Egypte en hoe ze daaruit bevrijd werden onder leiding van Mozes. Sindsdien is dat oude Pasen het grote feest. Het wordt vooral gevierd tijdens een maaltijd. Op tafel staat een gebraden lam. Er is brood waarvan het deeg niet is gegist. De matzes, ze symboliseren een overhaaste vlucht. En er zijn bittere kruiden die herinneren aan de bittere tijd in Egypte. En natuurlijk staat er wijn op het menu, dat hoort bij zo'n feest. Aan tafel wordt het hele verhaal over de uittocht uit Egypte nog eens uitvoerig verteld. Donderdagavond. Jezus kwam samen met zijn leerlingen om Pesach te vieren. Maar deze keer zou de maaltijd wel een heel onverwachte wending krijgen. Het werd een nacht heel anders dan alle andere nachten.
Laten we naar de olijfberg gaan, zei Jezus. In het donker, tussen de bomen, kunnen ze ons niet gemakkelijk vinden. En ik wil nog zo graag met jullie praten. Misschien is het wel voor de laatste keer. Wat moet er van ons worden? Als we de herder doodslaan, vlucht de kudde alle kanten op. Als ze mij grijpen, zijn jullie nergens meer te bekennen. Hoe komt u daar nou bij? Reageerde Petrus verontwaardigd. Het idee, al zouden ze u allemaal in de steek laten, ik nooit. Jezus keek hem bedroefd aan. Zo waar als ik hier sta, Petrus, voor het morgen is, voor de haan gekraaid heeft, zul jij 3 maal ontkennen dat je bij mij hoort. Heer, al moest ik met u sterven, antwoordde Petrus. Zoiets zou ik nooit doen. Petrus heeft groot gelijk, zeiden de andere leerlingen. Wij zouden u ook nooit verloochenen. Gethsemane waren, zei Jezus. Ik wil me even terugtrekken om te bidden. Blijven jullie maar hier. Petrus, Johannes en Jacobus gaan met mij mee. Even verderop zei Jezus tegen zijn 3 goede vrienden. Ik ben verdrietig en zo bang. Blijf bij mij en waak met mij. Hij deed een paar stappen. Verder kwam hij niet. Hij liet zich voorovervallen en bad. Het waken viel de vrienden zwaar. Al gauw werden ze door slaap overmand. Thank you.
zijn slapende vrienden. Hij zei, jullie slapen nu wel, maar het is beter op te staan. Het is mijn tijd. Ze komen eraan om mij te halen. De man die mij verraadt is vlakbij. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas. En met hem een grote groep mannen met zwaarden en stokken. Wie is het eigenlijk, die man die we moeten hebben? Vroeg de commandant. Laat dat maar aan mij over, antwoordde Judas. Het is de man die ik een kus geef. Jezus vastgegrepen. Een van de leerlingen stormde naar voren en begon met een zwaard in het rond te zwaaien. Doe weg dat zwaard, zei Jezus. Dat dient nergens toe. Het is goed zo. Dat zwaard leidt alleen tot meer geweld. En tegen het leger van mensen om hem heen, waarom komen jullie mij hier met zwaarden en stokken gevangen nemen? Je had me zo in de tempel kunnen arresteren. Daar zat ik elke dag. Niemand zei meer een woord. Jezus werd meegenomen. Petrus volgde op afstand en zag dat er naar het huis van Caiaphas, de hoge priester, werd gebracht. Daar hielden ze een soort van rechtspraak. De ene leugen na de andere werd over Jezus verteld. Waarom reageer je niet? Vroeg Caiaphas aan Jezus. Er wordt hier nogal wat tegen je ingebracht. Hij stak zijn hand omhoog en zei, ik zweer, Heer, bij de levende God. Zeg op, zijn dit jouw titels? Christus, de gezalfde, of Zoon van God? Petrus kromp in elkaar. Hij herkende de woorden. Dat waren precies de woorden die hij zelf
tegen Jezus had gezegd toen die vroeg wat hij van hem dacht. Hij had gezegd: u bent voor mij de Christus, de Zoon van God. Petrus hield zijn adem in en wachtte af. Caiaphas herhaalde zijn vraag: bent u de Christus, de Zoon van God? En Jezus antwoordde: u zegt het. Belangrijkste getuige tegen zichzelf, zei de hoge priester spottend. Hij zegt zelf godslasterlijke woorden. Wat is jullie oordeel? Schuldig, riepen ze allemaal. Hij is schuldig. Hij verdient de doodstraf. Ze spuugden en sloegen hem in zijn gezicht en riepen: Christus, als jij dan zo profeet bent, zeg eens op, wie heeft je geslagen? Petrus kromp in elkaar. Het was of hij zelf de hardste klap gegeven had. Al die tijd had Petrus buiten in de tuin gezeten. Niemand had hem tot dan toe herkend. Maar dat zou niet lang meer duren. Thank you.
drie keer toe heeft Petrus Jezus verloochend. Maar hij heeft het er in de christelijke kerk beter afgebracht dan Judas. Hoeveel jongens heten geen Pieter en hoeveel meisjes Petra? Nogal wie dus. Judas is een verrader. Toch is dat niet zo logisch als het lijkt. Petrus en Judas zijn alle twee leerlingen van Jezus. Ze zijn vertegenwoordiger van de hele groep. En wat ze doen, heeft met elkaar te maken. Judas zegt, ik weet precies wie Jezus is. Ik zal hem je aanwijzen. Petrus beweert, geen idee wie Jezus is. Ik hoor in elk geval niet bij hem. Zo is dat eeuwig gegaan. Mensen die de boel verraden hebben en mensen die zich ergens doorheen logen. Beide horen ze bij Jezus. Hij kent ze alle twee, tot op de bodem. Intussen hadden de priesters en de leden van de Joodse raad definitief besloten om Jezus te doden. Dat mochten ze zelf niet doen. Het vonnis uitvoeren was werk voor de Romeinse stadhouder Pilatus. Niet alleen Petrus was in de buurt van Jezus, ook Judas. Toen hij zag hoe Jezus geboeid werd weggebracht, kreeg hij ontzettende spijt. Dit was niet zijn bedoeling geweest. Het geld brandde in zijn zak. Hij ging naar de priesters terug en riep, ik ben een verrader, hij is onschuldig. Ze keken hem aan en zeiden, wat hebben wij daarmee te maken? Dat is jouw probleem. Judas wankelde weg. Hij kwam langs de tempel en smeet het geld naar binnen. Allemaal hadden ze gezegd, ook al moet ik met u sterven, ik laat u nooit in de steek. Ook Judas. Het galmde door zijn hoofd. Hij kon er niet meer mee verder. Judas ging weg en hing zich op. Zijn leven was op een puinhoop uitgelopen. Thank you.
Ondertussen ging het verhaal dat er flink wat geld de tempel binnengegooid was. Toen de priesters het natelden, telden ze 30 zilverstukken. Dit is van die man die bij Jezus hoorde. Dit is bloedgeld. Dit kunnen we niet in de collectekist doen, zeiden ze tegen elkaar. Laten we er iets nuttigs mee doen. Het is precies genoeg om dat afgegraven terreintje van die pottenbakker net buiten de stad mee te betalen. Dat staat te koop. Het ligt er wel vol puin, maar het is een mooie begraafplaats voor vreemdelingen. Zo deden ze. De eerste die ze er konden begraven was Judas. Pilatus bemoeide zich niet graag met godsdienstige zaken van de Joden. Maar soms ontkwam hij er niet aan, zoals nu. De Joodse priesters hadden een zaak over ene Jezus bij hem aangebracht, die ervan werd beschuldigd koning van de Joden te zijn of te willen worden. Hij had nog nooit van de man gehoord, maar als het ook om politiek leek te gaan, moest hij wel. Jezus stond geboeid voor hem. Pilatus zat op zijn rechterstoel en nam hem van top tot teen op. Ben jij de koning van de Joden? Vroeg hij onderzoekend. U zegt het, zei Jezus, meer niet. Achter en naast hem riepen priesters en leden van de Joodse raad de ergste beschuldigingen tegen hem. Maar Jezus zei geen woord. Hoor je niet wat ze allemaal over je te zeggen hebben? Vroeg hij aan Jezus. Waarom verdedig jij je niet? Maar Jezus bleef zwijgen. Pilatus zuchtte. Nu we hier toch bij elkaar zijn, zei hij tegen de aanwezigen, kunnen we meteen nog een zaak regelen. Met elk feest laat ik een gevangene vrij. Maar deze keer mogen jullie zelf kiezen. Zeg het maar. Barabbas de crimineel of deze Jezus die jullie Christus noemen. Op dat moment kwam een bediende binnen en sprak een boodschap van uw vrouw. Pilatus las, laat je niet in met die zaak Jezus. Hij is een eerlijk en onschuldig mens. Ik heb vannacht van hem gedroomd, een vreselijke droom. De Joodse leiders hadden intussen een massa mensen opgejut. Als Pilatus vraagt wie hij zal loslaten, roepen we allemaal Barabbas. Pilatus keek om zich heen en zei zo plechtig mogelijk, ik heb eigenlijk niets te zeggen. Ik vind dat jullie zelf maar moeten beslissen. Wie zal ik loslaten? Barabbas of Jezus, die jullie de Christus noemen? Barabbas, riepen ze in koor. Pilatus zuchtte. Hij zat nu wel met een probleem. Hij richtte zich tot de massa en sprak. Wat moet ik dan met die man Jezus? Kruisig hem, schreeuwden ze. Maar wat heeft hij eigenlijk voor verkeerds gedaan, probeerde Pilatus nog een keer. Maar niets hielp. Ze schreeuwden alleen maar harder. Kruisig hem, kruisig hem. Pilatus fluisterde wat tegen een slaaf. Die kwam even later terug met een schaal water en een handdoekje. Pilatus ging staan en waste plechtig zijn handen. Ik was mijn handen in onschuld. En het is verder jullie probleem. Het is ons probleem, riep de massa terug. Pilatus knipte met zijn vingers en zei tegen de dienstdoende commandant, laat die Barabbas vrij.
en voerde Jezus maar af. De soldaten namen Jezus mee. Ze hadden wel zin in een verzetje. En ze trommelden al hun kompanen op om mee te doen. De bespotting kon beginnen. Toen ze er genoeg van hadden, brachten ze hem naar een plek net buiten Jeruzalem. Een kleine, ronde stenen bult in het landschap, Golgotha, schedel geheten.
Daar, langs de kant van de weg, werden de ter dood veroordeelden terechtgesteld, ook Jezus. Het was druk op Golgotha. Er werden nog twee mannen terechtgesteld, rovers, die ze rechts en links naast Jezus aan een kruis hingen. Om hem een beetje te verdoven, gaven ze Jezus wijn te drinken, die ze met gal vermengd hadden om het bitter te maken. Hij wilde niets drinken. Ze sloegen hem aan een kruis en zetten dat rechtop. Ze maakten een bordje waarop stond: dit is de koning van de Joden. Honderden mensen zijn daar op Golgotha ter dood gebracht. Schuldigen en onschuldigen. Soms een paar tegelijk. En zoals in dit verhaal, drie op een rij. Twee rovers en Jezus tussen hen in. Van Golgotha zouden we nooit gehoord hebben als die man in het midden niet Jezus was geweest. Thank you.
Het was inmiddels 12:00 'smiddags, maar toch werd het donker. Alsof de zon het liet afweten. Dit duurde tot 1 uur of 3. Toen hoorden ze Jezus iets zeggen. De Joden herkenden het. Het waren de eerste woorden van een psalm. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat hoor ik nou? Riep iemand spottend. Roept hij nu ook al om Elia? Geef die arme drommel nog een slokje. Van het kruis stond ook Maria, de moeder van Jezus. Oh.
Er wordt door de leerlingen vaak gepraat over dit moment. Het heeft een diepe indruk op hen gemaakt. Die laatste dag van Jezus' leven was van minuut tot minuut onvergetelijk, schokkend. Ze hoorden zeggen dat het grote gordijn in de tempel was gescheurd, van boven naar beneden, en dat je zomaar in het Heilige der Heiligen kon kijken. En dat er een aardbeving was geweest. En dat doden uit hun graven waren gekomen. Ook de Romeinen had het niet onberoerd gelaten. Zelfs de commandant van wacht had gezegd: deze man was echt de Zoon van God. Of de leerlingen er allemaal bij geweest zijn, daar is altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. Wel is het zo dat er veel vrouwen bij waren, nog uit Galilea meegekomen, die toegekeken hadden. Sabbat aangebroken, meldde zich bij Pilatus een rijk man, afkomstig uit Arimathea,
Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus. Hij vroeg om zijn lichaam. Pilatus stemde toe en gaf opdracht het lichaam van Jezus aan hem over te dragen. Hij nam hem mee, wikkelde hem in doeken en legde hem in een graf wat hij voor zichzelf had laten uithakken. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang en vertrok. Maar een aantal vrouwen waren achtergebleven bij het graf. Het leek een gewone ochtend, die morgen na de Sabbat. Maar voortaan zou alles anders zijn. Je kon de vrouwen vragen wat er nu precies gebeurd was. Maar wat ze te vertellen hadden, was niet te begrijpen. Ze waren totaal verbijsterd. Ze hadden het over een aardbeving, over een engel die de steen had weggerold en er bovenop was gaan zitten. Die engel had gezegd,
Wees niet bang. Jullie zijn op zoek naar Jezus. Die is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, precies zoals hij gezegd heeft. Thank you.
dat doosje tussen.